dat schijnt in onze harten, in ons mooie land. Babiki fayasa eleti, mi konde srana, buskoi sunje sara. Inka, inka, zara, zara, me roshni se, kai se bara. Goedemorgen vanuit Sweety Paramaribo. Excuses dat we wat later zijn begonnen. Kinderziektes, daar reken ik nog de eerste komende 2 weken op. Zoeken naar de juiste vorm, juist te kijken hoe het werkt. Dus mijn excuses, maar we zijn er. Fijn dat u er weer bij bent. En ik denk dat ik ook weer mijn beeld een beetje dichterbij moet komen, dat jullie me ook weer beter zien. Het is, blijft nog even zoeken, technisch gezien. Dus bear with me, dat we het op deze manier even live moeten gaan ontdekken wat goed werkt en wat beter moet.
Ik wil iedereen zeggen, Archimang in een foto, abrawatra, awan speunde, trafas de, e baruan bigi odi. Degene die vandaag jarig zijn, hip 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 hip, hoeré. Degene in het ziekenhuis van hartebeterschap, speedy recovery. Degene die een geliefde hebben verloren, ook heel veel sterkte. En degene in de gevangenis, ook heel veel sterkte, funyama bita, disi. Dank jullie wel dat jullie er weer zijn. En laten we hopen dat het dit keer beter gaat. De vorige keer ging het iets fout. En ik hoop dat we dit keer kunnen tackelen. Maar nogmaals, ik reken op de eerste 2 weken op kinderziektes. Dat we het gewoon anders doen. We hadden vorige keer hadden we bewegend beeld. Hebben we besloten niet te veel bewegend beeld te doen achter mij. Soms wel, maar om de rustig te hebben in het beeld, gaan wij stilstaand beeld hebben. Ik hoop dat jullie mij goed zien. Als ik zelfs kijk naar het beeld hier, ik kijk mee, dan zeg ik, nou, ik kan ietsje dichterbij. Dus dan kijk ik naar hem. En Big Biggie Odi. Ja, het is gedaan door mijn collega. Ik heb gezegd, ik wil wat beelden hebben van Suriname. Af en toe bewegend beeld. En een beetje Suriname laten zien op die manier, op zo'n wijze. Thank you, thank you, thank you. Je stilstandbeeld is mooi. Dank je, dank je wel. Stilstandbeeld is beter. Oké, thanks. ik moet ook even kijken, want daar moet ik niet kijken. Dat is de televisie, ik moet daar kijken. Ben ik op 7.1 te zien, televisie 7.8. Ik heb begrepen dat niet iedereen 7.1 en 7.8 ontvangt. Dus ik moet eventjes, mensen in Suriname hebben me dat gezegd. Dus ik weet niet hoe waar het dan ligt. Maar zoeken jullie me op 7.1, 7.8. Oké, het kan nog wat dichterbij, dat ik naar dichterbij moet, zeggen de mensen. Nogmaals, bear with me, hebt u met mij samen geduld om te zoeken naar de juiste setting, naar wat is mooier en hoe werkt dat het beste. Ik zie mezelf ook slecht, dus ik zie mezelf ook niet dichterbij, dus het moet wat beter. En dan kijk ik iedere keer die kant op en daar zit de technicus en die helpt. Dank jullie wel. Close-up zou beter zijn. Ja, dat denk ik ook dat dit beter is. Inderdaad. Ja, ja. Volgens mij is dit een beetje beter. Thank you, Lou. 7.1, 7.8. Ik denk het wel dat het zo goed is. Ja. Steeds even zoeken. Perfect nu. Thank you. Dank jullie wel. We doen het samen, hè? Samen een nieuw programma neerzetten. Vanuit een studio. Razonic Studio aan de Bindastraat. En dan gaan we even kijken wat werkt het beste en hoe gaan we dat doen. Thank you nogmaals voor het meedenken. Goed nu, hè? Dat denk ik ook. Als ik het nu zo bekijk, vind ik het mooi. Oké, goed. Daar ben ik dus nu helemaal. Ik kan het niet volgen op via de televisie. Ja, ik heb begrepen van mensen. 7.1, 7.8 is niet te vinden. Vanuit Curaçao, welkom erbij, bon dia. En misschien dat we moeten gaan kijken waar het aan ligt van de televisie. In elk geval moet het 7.1. Radio werken we nog aan, denk ik. Volgende keren komt er ook radio waarschijnlijk bij. Maar op dit keer, deze is het via social media. Facebook, Travas de. En 7.1, 7.8 op televisie in Suriname. En minder mensen moeten waarschijnlijk die instellingen gaan veranderen. I don't know. Oké. Welkom. Dank jullie wel, Mavis en Ria en Beryl en allemaal die meekijken. Ria, Anne, Cindy, Georgine, Wenwen, Asha, Helga, Ursula, Cindy, en dat heb ik al gezegd, Radha. Oké, Cora zit er ook weer bij. Rut ook. Thank you, Helia. Lydia, José, Rut, Nel. Nou, fijn dat jullie er weer zijn en mij ondersteunen in deze fase van ontdekken. Net wanneer je net in een relatie zit, dan moet je gaan ontdekken wat vindt hij fijn en wat vindt zij fijn. Oké, we gaan beginnen. Ik wil het vandaag hebben over, er is zoveel om over te hebben, maar weet je, ik ben geneigd te gaan praten om meer en meer die informatie te verstrekken die nodig is, zodat wij zaken beter kunnen begrijpen. En tot de ontdekking gaan komen, of tot de ontdekking komen dat heel veel zaken niet eens geregeld zijn. En dat is wel heel ernstig. Als ik ga praten, bijvoorbeeld wil ik het hebben over milieuwet, hinderwet en bestemmingsplan.
Ik ben het gaan opzoeken. De hinderwet bestaat, is begonnen is op in 18... was een milieu wat 1875. En dat bevat met name het schoonhouden van je erf en het verbod van afval te dumpen op straat. De instantie die hiervoor verantwoordelijk is en die erop moet toezien, is de politie. 1875. Wat we zien dat we steeds te maken hebben met oude wetten die door de jaren heen onvoldoende of helemaal niet zijn aangepakt door politieke partijen, door DNA-leden, door overheden, niet voldoende zijn opgepakt. En ik denk dat het toch belangrijk is, zeker naarmate we meer en meer gaan bouwen. We zijn gegroeid in aantal, we zijn gegroeid in bedrijven, in aantal inwoners. Dan zou je toch zeggen, mensen, what about de wetten? In hoeverre lopen we gelijk? Of in hoeverre lopen we enorm achter? Of in hoeverre lopen we voor? Ten aanzien van deze drie wetten kan ik zeggen dat we niet gelijk lopen. Ook niet voorlopen, maar waarschijnlijk zelfs achterlopen. Dankjewel, Irida. Of Irida. Dan hebben we ook nog het NIMOS gehad. Het NIMOS staat voor Nationaal Instituut Milieuontwikkeling Suriname. Die is in 1998 opgericht. Met de bedoeling om waarschijnlijk milieuzaken te controleren. Dat is in 1998. Ik ga de jaartallen noemen, zodat we een klein beetje begrijpen. 1998, daarna hebben we 2000 gekregen, dus zeg maar 25 jaar geleden, zeg ik het goed, opgericht. Nog steeds heeft het NIMOS geen enkele wettelijke bevoegdheid als het gaat om het aanpakken van milieuvervuiling. 25 jaar na dato is het opgericht, na de oprichting, hebben ze nog steeds geen wettelijke bevoegdheid. Toen het NIMOS is ontstaan, hebben ze ontdekt dat heel veel ministeries niet eens weten wat hun bevoegdheden zijn. NIMOS is toen heeft een document gemaakt van, nou, jij bent ministerie A, dit valt onder jou, dit valt onder jou, hè, en zo. Maar er is geen wettelijke bevoegdheid. 1998, goede zaak dat men er is opgericht, maar er is geen enkele wettelijke bevoegdheid. Dan vraag je af, hoe zit dat dan? Waarom een NIMOS oprichten, Nationaal Instituut, nogmaals, voor Milieu en Ontwikkeling Suriname. En je hebt geen enkele wettelijke bevoegdheid. Dus als burger kan ik ook nergens naartoe stappen, omdat dat ding niet de volledige body heeft. En weet u, zoals ik al zei, mensen gaan de prat op, er zijn wetten aangenomen, zoveel wetten zijn aangenomen onder mijn hamer, nou geweldig. Maar die wetten hebben voor de rest geen body gekregen. Milieuwet, en daar moet vallen onder andere vervuiling, kwikgebruik. Milieuwet vanaf 1875. Voor de rest ook niet echt een wetten waar je kunt zeggen van, hé, die trek ik erbij. Een milieuwet houdt ook anderen in, denk ik. Zou die hinderwet ook erbij moeten nemen van wat bouwen we en waar bouwen we? Wat is een woonwijk? Wat verstaan we onder een woonwijk? Is een woonwijk waar er mensen wonen, dus wonen, dat betekent dus dat hun adres daar is, dat ze dus daar slapen, koken, daar alles doen. Wat verstaan wij onder een woonwijk? Is dat per wet geregeld? Is dat gedefinieerd? Of doen we maar een dotje? En als ik kijk naar wat er gebouwd wordt in verschillende wijken, woonwijken nogmaals, en een woonwijk definieerde ik dus als daar mensen wonen, hun woonadres daar hebben, daar slapen, daar creëren, daar recreëren, om zo te zeggen, om leven. In een woonwijk, er zijn woonhuizen. En als ik kijk wat we in Suriname bouwen in woonwijken, dan denk ik dat we het niet helemaal goed hebben gedefinieerd, of het niet in onze wet goed staat vermeld, wat een woonwijk is. Daarnaast hebben we dus een hinderwet. Die is een Surinaamse hinderwet 1943 gewijzigd, 1944 gewijzigd en de laatste wijziging is in 1972. Dat heb ik opgezocht.
We zijn nu in 2023. Dat is de Surinaamse hinderwet. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Milieuwet, hinderwet, bestemmingsplan, woonwijk. Dat allemaal overlapt elkaar. In Nederland is het heel goed geregeld, hebben we bestemmingsplan. En een bestemmingsplan betekent dat in deze wijk, zo staat er, dan komt er een school, komt er een supermarkt, komt er een sporthal, komt er een speeltuintje en komen er woonhuizen. In een bepaalde area, zeg maar. Hè? Een uitgave van in zoveel breedwijte, dan en dan gaat dat hier gebeuren. Dat is heel duidelijk vastgelegd in de wet. En sterker nog, ik kan niet eens zomaar een dakterras bouwen of een serre bouwen. Vanwege de regels die er zijn. Ik keek laatst naar een programma in Nederland van de Rijdende Rechter. Waar buren hadden besloten, wij gaan uitbouwen. We gaan een erker maken, een serre maken. En dat moet gewoon kunnen. En die hebben geen overleg gepleegd met hun buren. En die mevrouw die is toen naar de rechter gestapt. En wat blijkt, op basis van de wet waren die mensen fout en moeten het hele ding afbreken. Nou kan je natuurlijk praten over een coulantie. Dan ga je in gesprek met de gemeente in dit geval, met de wethouders. En dan ga je kijken en in gesprek met de andere buur wat is mogelijk. Maar het is allemaal vastgelegd. En in Suriname hebben we dat onvoldoende vastgelegd. Onvoldoende. We zien in woonwijken bedrijven zich ontwikkelen die vanwege hun bedrijvigheid bijna niet horen in een woonwijk. Omdat er grote vrachtwagens aan en af gaan rijden. Er wordt laat gewerkt, dus er is ook last van hinder. Dus die hinderwet komt bij kijken. Gevaar, want een grote zo vrachtwagen op de weg. Kinderen die er misschien rondlopen. Fietsers, voetgangers. En omdat we in Suriname nog steeds geen echte bestemmingsplannen kennen, die kennen wij gewoon niet, kun je dus bijna overal met een bedrijfje beginnen. Ik heb vorig jaar, of begin dit jaar, ben ik langsgereden langs de Riekelaan. En daar was er een meneer die dus een monteur is. En die dus aan de overkant, dus aan de weg, gewoon aan de overkant op de berm, allerlei brokken auto's had staan. Gewoon, het zag er niet uit. Gewoon auto's die, waarin, onkruid groeide, helemaal overwoekend waren. Ik ben toen naar die meneer gegaan en ik heb me gevraagd, meneer, is dit normaal in een woonwijk? Ja, waarom kan het niet? En hier staat er een Chinees en gaan jullie maar klagen over de stank van het eten? Nou haalt hij natuurlijk dingen door elkaar, want een restaurant kan natuurlijk ook voor overlast zorgen, maar ik denk dat het eerder aanvaardbaar is in een woonwijk, maar dat is, kan daarnaast liggen, dan zo'n monteur met allerlei kapotte auto's op de weg. En ik kan u vertellen dat inmiddels al die rommel is weggehaald en dat ze nu daar iets aan het bouwen zijn. Het is in ieder geval een veel aangenamer uitzicht dan wat er toen was. Ik ken nog meerdere straten waar gewoon in een woonwijk kapotte auto's staan. Het is er niet veilig, want je is allemaal verroest dingen die er staan. Je kan nauwelijks lopen op de stoep, want allemaal kapotte auto's die er staan. Maar bij wie moet je zijn als burger? Waar moet je terecht, waar kun je terecht als je dit soort dingen aantreft? Als ik kijk naar wat we hebben, dan zeg ik dat onze wetgeving onvoldoende heeft geanticipeerd op die groei, op die ontwikkeling. En dan praten we over ontwikkeling, en dat is natuurlijk prachtig dat je over ontwikkeling praat, maar heb je daarmee, ben je gelijk gaan groeien in je wetgeving? Heb je erover nagedacht van, hé, dit kan zo niet. Men krijgt vergunning om, ook sommige restaurants, om zo ver te gaan op het voetpad, dat ik gewoon niet kan langslopen. Maar die vergunningen worden afgegeven omdat er geen wet is. Er is wel een hinderwet, een beetje van mij mag je 10 meter van de straat moet je bouwen. Maar het is dus, omdat het niet helder is, kun je dus vergunning krijgen als je bijvoorbeeld de burgemeester, weet het hier, de districtscommissaris goed kent.
En hij zegt, ja, ik heb toestemming gegeven. U kunt hier gewoon zo uw stoep tot daar bouwen. Dus milieuwet hebben we. Die zou moeten zijn om ons te beschermen tegen schadelijke stoffen. Tegen bijvoorbeeld overdreven chemicaliën en vetlucht en gastoestanden en explosieven. Daar zou die milieuwet sowieso voor moeten zijn. Dit is in 1978 en het staat met name, heeft het zich beperkt tot het schoonhouden van je erf en het verbod van afval op straat. En de instantie die daar nu mee belast is, is de politie. Maar omdat die ook geen raamwerk hebben waarbinnen ze zich kunnen begeven, komen ze en kunnen ook vrij weinig, misschien apparatuur in beslag nemen, die ze de volgende dag weer moeten geven. Als het gaat om overlast. Dan heb ik nogmaals, zoals ik al zei, het NIMOS. Nationaal Instituut Milieu en Ontwikkeling Suriname. Super, geweldig, wat een hele mooie naam. Maar die hebben nog steeds geen wettelijke bevoegdheid. Dus dan sta je daar met je goed gedrag, je kunt dingen aankaarten, je kunt praten. Maar je hebt geen enkele wettelijke bevoegdheid om te zeggen, dit is in strijd met deze wetgeving. Dus we gaan u zeggen op basis van deze wet, artikel 6, punt zoveel, lid 3 en 3. Kunt u dit, wat u nu heeft, daar heeft staan, moet u afbreken, want dit klopt niet. Er is geen enkele wettelijke bevoegdheid. Dan hebben we nog de Surinaamse hinderwet, SHW. Is ook een papieren tijger. 1972 voor het laatst gewijzigd. En Helga zegt, er is onvoldoende vastgesteld. Maar men meet met twee maten. Ene keer dan kan het wel, en andere keer kan het niet. Want er wordt wel een bestemmingsplan toegepast, en andere keer weer niet. Er zijn geen bestemmingsplannen. Noord heeft geen bestemmingsplan. Zuid heeft geen bestemmingsplan. We hebben dat niet. We hebben niet per district een bestemmingsplan van dit komt hier binnen zoveel dagen, dit komt daar binnen zoveel jaar. Hier willen we 3 scholen hebben. Binnen een straal van 700 meter of 1000 meter moet er een Chinees staan of whatever. Dat is er niet. En omdat het er niet is, kun je dus in woonwijken allerlei bedrijven kunnen zich gaan vestigen. Met overlast, met gevaar, met hinder, overlast. En waar moet je naartoe als burger? Want dan ben je dus eigenlijk overgeleverd aan de willekeur van een rechter, hoe die naar de zaken kijkt. Kijk, in Suriname kennen wij het systeem niet dat een jury bepaalt. We hebben het zoals in Nederland, de rechter beslist. Volgens ik kijk in Nederland, heb ik vaak bij jeugdzaken gezeten, in de rechtbank. En heb je dus daar een raad van kinderbescherming. De raad van de kinderbescherming krijgt de opdracht van de rechter om zaken uit te zoeken. En een advies uit te brengen. En omdat de rechter niet overal kan zijn, vertrouwt de rechter op het advies van diezelfde Raad van Kinderbescherming, die dus gaat uitzoeken, die op gesprekken gaat, die zaken checkt. En zij geven bijvoorbeeld advies, kind mag thuis blijven of kind mag niet thuis blijven wonen. En de rechter gaat 9 van de 10 keren mee met dat advies van dat betreffende instituut. Het desbetreffende instituut die daarmee belast is. Er is helder benoemd, Raad van Kinderbescherming, zij gaan daarover. Dus je weet bij welke instituut je moet zijn. Dat is in een kader gebracht. Omdat hier die bestemmingsplannen niet zijn vastgelegd in de wet, ben je dus overgeleverd aan een rechter die misschien op basis van eigen denken of eigen mening beslist van, nou, dat vind ik wel kunnen hoor, bouwt u maar rustig door. Maar als je dus als je het raamwerk zou hebben, ook waarbinnen de rechter zich moet begeven, dan zou je als burger kunnen beroepen op artikel 5 van de Milieuwet of artikel 5 van de Hinderwet of van het bestemmingsplan, is dit tegen alle regels. Dan zou je daarop als burger kunnen beroepen. Dat kan nu niet. Er zijn geen bestemmingsplannen. Dus kun je als ondernemer zeggen, ik wil in deze wijk, wil ik gewoon dit hier neerzetten.
Dat vind ik kunnen. Komen zo meteen grote vrachtwagens aan en afrijden. Geen probleem. Is een, ja, is ook een ander bedrijf daar. Is ook een ander bedrijf daar. Dus ja, maakt niet uit. Met alle gevolgen van dien voor de mensen die daar wonen en dus last krijgen van activiteiten. En mensen zijn niet tegen ontwikkeling. Dat, iemand zegt, ja, je moet niet tegen ontwikkeling zijn. Nee, dat zijn we niet. Maar we gaan ook kijken naar woongenot. En dat zou een DNA-lid, of DNA-leden, politieke partijen, burgerorganisaties, maatschappelijke organisaties, zich hierover moeten gaan buigen en zeggen van, wacht even. Gezien de expansie die we zien, de groei die we zien in onze wijken, in ons land, zometeen oil en gas, worden waarschijnlijk meer huizen gebouwd, is het niet raadzaam om het fundament eens goed te gaan bekijken en te gaan aanpassen, toevoegen, corrigeren, verbeteren, zodat in de toekomst men geen last heeft van al die grote vrachtwagens op de weg in een woonwijk. En je moet dus gaan definiëren, en als je gaat kijken wat is een woonwijk, ja, dat is waar mensen wonen, waar mensen na hun werk thuiskomen. En willen rusten, willen koken, dat hun kinderen kunnen spelen op het erf en eventueel op straat kunnen vliegeren, bij wijze van spreken, dat er een trottoir is, dat er niet in één keer een vrachtwagen op, af en af rijdt. Kunnen we met z'n allen gaan definiëren wat een woonwijk is? Is het geen tijd dan dat DNA-leden, beleidsmakers, die zijn er zoveel beleidsadviseurs, dat die zich hierover gaat buigen? Niet komen aan mensen hun woongenot, want dat draagt bij aan welzijn. Want niet alleen maar welvaart is belangrijk, maar ook welzijn is belangrijk. En ik denk dat we daar heel veel de plank missen, omdat wij niet kijken naar of onvoldoende aandacht besteden aan die wet en regelgeving. In Nederland, zeg ik, is het vrij goed geregeld. Je kunt niet zomaar een bedrijf beginnen ergens in een woonwijk. Als ik bijvoorbeeld het laatste voorbeeld mag geven van in Domburg. Waar u weet dat daar River Breeze al vanaf 2013 of eerder al een gebruik maakte van de ingang op dat uitkwam op een pleintje. En aan de zijkanten was ook een poort. Maar die weg was geblokkeerd door enorme rotsblokken die er geplaatst waren door de overheid. Dus ja, dat valt bijna weg. Dat kun je ook niets laten leveren. En die meneer die gebruikte dus al die jaren dat als ingang. En binnen de wet bestaat er zoiets als recht van overpad. Dat je na verloop van tijd een stukje recht hebt verworven. Dus dat je gebruik mag blijven maken van iets dat je al langer dan 10 jaar gebruikt. U weet wat er toen gebeurd is. De DC vond, wij gaan het hier afsluiten en wij gaan een speeltuintje dat er is, inmiddels is, die er al was, gaan we opknappen en uw ingang gaan we gewoon dichtmaken. Geen overleg, want ook dat is blijkbaar iets te veel gevraagd door de DC van Domburg. Geen overleg geweest, ook niet door zijn bestuursmanagers. Er is geen gesprek geweest. Vanuit de ondernemer zijn er gesprekken geweest, gesprekken aangevraagd en niemand gaf zich thuis. Ik ben er toe bij geweest waar er al een stellage was gebouwd. U kent het Jugu Jugu. De meneer heeft toen, Oskam heeft gezegd, ja, daar, hier ben ik niet mee akkoord. En die heeft toen eigenhandig de palen verwijderd. En dan moest hij iets van een paar duizend voor betalen voor vernieling. Te zeggen en schrijven, 3 planken volgens mij, die zijn weggehaald. Maar goed, het mag niet zonder toestemming, prima. Vervolgens is die meneer toen gearresteerd, is 4 uren, of tenminste ja, meegenomen voor verhoor, laat me dat zo eens goed zeggen, meegenomen voor verhoor en na 4 uren weer vrijgelaten.
De volgende dag is er toen, zijn ze verder gegaan met de bouw, meneer weer weggehaald, gesprekken geweest met advocaat en de DC. En toen is het besluit genomen, oké, wij gaan die ingang dan niet meer blokkeren. En nu is het dus die ingang gewoon vrij. Dus je ziet het, omdat er gebrek is aan wet en regelgeving, kun je dus als DC, als ondernemer, als burger, gewoon je eigen ding doen. Je kunt gewoon beginnen met een kinderdagverblijf, ergens, zonder dat je toestemming hebt. Zonder dat alles geregeld is en je gewoon een cementen vloer hebt waar kinderen in een maxicoosje liggen de hele dag. Dat kan. Geen bestemmingsplannen. Geen controle en handhaving. Ik denk nogmaals dat het belangrijk is. En daarom zeg ik, ik ben op zoek naar die leider die verbindt. Dus een leider die gaat voor, met name karakter. En wat die Soma zei het gisteren ook zo mooi tegen mij. Kennis en kunde kun je aanleren, karakter niet. En als je karakter hebt, ook als ondernemer, dan begrijp je dat je bepaalde zaken niet kunt doen in een woonwijk. Of gewoon op basis van fatsoen. Empathisch vermogen. Dat jij zelf begrijpt, dit past niet in een woonwijk. Dit wat ik beoog, past niet binnen een woonwijk. Dan moeten we dus gedefinieerd hebben, wat is een woonwijk? En daar schort het aan. Ik denk dat het nogmaals belangrijk is dat er die mensen die beleid maken, de beleidsmakers, die komen met wet en regelgeving, zich hierover gaan buigen en zeggen, we moeten werken nu, eindelijk gaan werken met bestemmingsplannen. En gaan definiëren, wat verstaan wij onder een woonwijk? En wat past binnen een woonwijk? Hele geweldige activiteiten van vrachtwagens op en af in een woonwijk is niet handig, nee. Dat hoort niet in een woonwijk. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, wie bepaalt dat wat in een woonwijk hoort, Gloria? Bepaal jij dat? Nee, dan kunnen we het gaan opzoeken. Wat wordt onder woonwijk verstaan? En als ondernemer mag u gaan voor expansie, u mag gaan voor uitbreiding, zeker. Maar houdt u ook rekening met de buurt waar u nu staat, waar u nu gevestigd bent. En zegt, dit hoort niet. En dan hoor je dus dan ook gezegd, wordt er dan ook getypeerd. En dat vond ik zo frappant. Dus je moet je voorstellen, het is een wijk waar er huizen staan, waar mensen al 97 jaar wonen, in woonhuizen. Zou u dat typeren als een woonwijk? Waar er dus echt woonhuizen langer dan 60 en 70 jaar staan? Zou u dat typeren als een woonwijk? Ik wel. Op basis van wat we verstaan, kunnen we opzoeken bij Google, wat verstaan we onder een woonwijk? Dan zullen we het voor degene eens even opzoeken. Dan zijn we on the same page, hè? Want dat is, wat is een woonwijk? Een woonwijk, een gebied, is een gemeente, een district, een resort, waar voornamelijk woningen staan. En een woonwijk kan onderverdeeld zijn in buurten. Wat zijn de kenmerken van een wijk? Dat je dus, het moet zijn afgebakend met stedenbouwkundige kenmerken. Je hebt bijvoorbeeld een woonfunctie, een woongebied. Je hebt een werkfunctie, industriegebied. Of je hebt recreatieve functie, een natuurgebied. Nou, als we nou die drie gebieden gaan definiëren voor onszelf als land. Ik denk dat het tijd is om het nu te gaan definiëren. Waardoor we dus ordening krijgen. Want daar gaat het om, hè. Uiteindelijk is het doel om ordening te krijgen. Ordening versus chaos. En we willen geen chaos. We willen ordening. Dat betekent wet en regelgeving. Dat betekent gesprekken hebben met elkaar. Kijken van wat is er hier. Oh, hier zitten er al mensen al zoveel jaren te wonen. Dan kunnen wij dus op basis van eigenlijk al bijna verkregen recht
geen allerlei industriegebieden hier gaan opstarten. Dat kan niet. Je kunt dus die buurten, de woonwijken, kun je dus gaan verdelen. Onderverdelen. Een woongebied, recreatiegebied of industriegebied. Daardoor is het duidelijk wie, wat en waar. In ons land hebben we dat nog steeds niet helder. En zien we dus industriegebied in woonwijk, recreatiegebied in woonwijk, industriegebied. En het loopt door elkaar heen. Het is tijd, denk ik, dat wij dus gaan werken aan de definitie daarvan. De definitie, wat is een woonwijk? En wat verwachten wij, wat horen wij te zien in een woonwijk? Dat betekent, in een woonwijk hoort geen industriegebied. En waarom niet? Dan kunnen we gaan definiëren. Wat is een industriegebied? Kunnen we gaan opzoeken. Wat wordt er verstaan onder een industriegebied? Want we gaan dingen, we moeten ordening krijgen. Dan weet je waarom we die dingen moeten opzoeken? Dan weten we dat minetak loslosi uetak borbori. Dan zijn we on the same page, want dan begrijpen we wat we bedoelen. Wat verstaan we onder een industriegebied? Industriegebied, gaan we opzoeken. Betekenis. Een industriegebied is een gebied dat gekenmerkt wordt door een concentratie van industrie. De samenklontering kan soms spontaan ontstaan, bijvoorbeeld rond infrastructuur, grondstoffen. Maar wat valt er nu onder die industriële sector? Zoals houtbewerking, drukwerk, productie van voedsel, dranken, tabaksproducten, kleding, papier. Een industrieterrein, dan besta je dus een bedrijvenpark of een handelspark, is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad, dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. En om logistieke redenen bevinden zij zich vooral langs, in dit geval in Nederland, spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen. Nou, laten we het naar ons land terugbrengen. Een industriegebied, dat zou je dus langs een hoofdweg moeten hebben, waar je makkelijk met je vrachtwagen zoekt op die hoofdweg komt en weg kunt rijden. Dat is een houtzagerij bijvoorbeeld. Dat staat bijvoorbeeld aan de highway, aan de zijstraat. En dan komt hij zo met zijn dingen op die snelweg of op die autoweg. En als we praten over een industriegebied, dan zijn het voornamelijk bedrijven die zich daar in één gebied hebben zich geconcentreerd en van daaruit werken. Nou, kennen wij dat in Suriname? Niet als zodanig. Ik kijk even naar mijn collega. Kennen we dat in Suriname? Industrieterrein? Ik weet het niet. Ja, misschien als we gaan, hebben we, als ik rij richting highway, dan heb je bijvoorbeeld Hokus. Dan heb je een bepaald aantal grote bedrijven, kun je zeggen. Dat is een vorm van een industrieterrein die daar met z'n allen zitten. Maar wat we zien gebeuren in Suriname is dat het verweven is in een woonwijk. Ik denk dat we nu zouden moeten zeggen, mensen, dat willen we niet meer. We willen geen industrieterrein in een woonwijk. Waarom niet? Woongenot wordt beperkt. De wind die bijvoorbeeld lekker zou waaien, wordt afgebakend omdat er een enorme groot gebouw naast me staat en de wind niet meer vrij kan waaien. Ik heb overlast omdat er auto's en vrachtwagens op en af rijden. Diesel, gas, whatever. Ik kan niet goed parkeren omdat constant die vrachtwagens voor mijn deur staan. Die zaken moeten we gaan regelen. En nog steeds is het niet geregeld. Ik denk nogmaals dat we dit moeten gaan aankaarten bij de juiste instanties. Openbare werken moet zich gaan hardmaken om die hinderwet aan te passen. Die hinderwet die in 1998, als ik het goed heb, ja, 1998 is gemaakt. En in 1972 dacht ik, is het, nee, dat is in 1998. Dan heb je die hinderwet die in 1972 voor het laatst is gewijzigd. Nou, wordt dus nu tijd, hè? We zijn bijna 25 jaar verder, om te gaan kijken
Nee, 1972. Om in Lange zijn we verder. Om te gaan kijken, wat is er nu nog dat gedaan moet worden aan die wet? Het is ook onveilig voor kinderen, zegt Asha. En Sharda, die zegt, je zou denken dat uit fatsoen een ondernemer zijn bedrijf niet paal naast een klein huis zou bouwen of in een rustige woonwijk. Dat zou je denken, hè? Op basis van fatsoen. Inderdaad, maar het blijkt dus dat je ook niet op fatsoen kunt rekenen wanneer het gaat om onderneming. Dus vandaar dat die wet zo belangrijk is. Vandaar dat afspraken zo belangrijk zijn. Want je zou dus denken op basis van fatsoen, op basis van ethiek of van empathie, dat je dat niet doet. Blijkbaar werkt het dus niet zo. Het zou ook kunnen dat een bedrijf, een ondernemer, een stuk grond al heel lang heeft en had en het nog niet echt een woonwijk was. Daarom had dit allang in beleid geregeld moeten zijn. Exactly. Dus we moeten gaan definiëren, wat is een woonwijk? En biedt onze wet daarin voldoende helderheid? I don't know. En misschien moet ik daar met de notaris over praten, want zij weten ook daar een beetje meer over. Hier zegt Astrid, luistert men niet naar God, nog naar gebod en doet precies wat men wil. En dat is heel jammer. Milieuwet, inderdaad, zegt Helga. Zo basis, dus eigenlijk overlappen ze elkaar. Hinderwet, milieuwet en wat was die andere? NIMOS, hè? Die staat en geen wettelijke bevoegdheid heeft. In hoeverre moeten we, nee, niet in hoeverre, we moeten nu de mensen gaan vragen, de mensen die erover gaan, de beleidsmakers, zeggen, u hoort zich hierover te gaan buigen. Niet dat er zometeen in woonwijken allerlei grote industrieën zich gaan ontpoppen. Dan komt in één keer een fabriek, want daar wil ik dit opslaan. Dan komt daar weer een opslagloods. Dit wil ik hier opslaan. En een opslag betekent, als ik het goed vertaal, en corrigeer me if I'm wrong, een opslag betekent, een loods betekent, dat ik dus materiaal breng van één plek naar die plek, om op te slaan. Dus dat betekent, ik kom niet met een klein busje aangereden waarschijnlijk, of met een fitje zoals ik die heb. Nee, ik kom met een vrachtwagen om spullen aan te leveren. Dat betekent op en af. Eén keer misschien of twee keer per dag of één keer of twee keer per week kom ik spullen plaatsen in die loods. En een loods is niet vaak niet een paar vierkante metertjes. Het is denk ik aardig wat. En dat kan je in een woonwijk doen omdat er geen bestemmingsplannen zijn. En dan kun je dus naar de rechter stappen hoeveel je hebben wil, maar de rechter heeft geen raamwerk binnen welke hij kan werken. Hij kan wel een jurisprudentie scheppen en zeggen, luister, op basis van fatsoen, op basis van een woonwijkidee, op basis van recht van wonen. Mensen wonen hier al 70 jaar, al 65 jaar. Kunnen we dit gewoon niet toestaan? Ook zij hebben een stukje recht verworven inmiddels na zoveel jaar. De vraag is, waarom gebeurt het niet? Waarom gebeurt het niet? En dan kom je wat mij betreft tot één conclusie. Omdat eigen belang speelt. Omdat geld verdiend wordt. En omdat je als burgervader, als minister van openbare werken, als rechter, zou je ook ter plekke moeten gaan om even te kijken, in oogenschouw te nemen, wat gebeurt er hier en kan dit wel, wat hier neergezet wordt? Nee, dat kan eigenlijk niet. Heel vervelend van de ondernemer, maar we gaan u toch vragen om dit hier weg te halen. Op basis van gewoon simpele, zou je zeggen, hè, menselijke overwegingen. Echter heb je met de wet te maken. Dus op basis van wet en regelgeving kan ik dus nu gewoon een loods bouwen naast jouw woonhuis. Als ik me hou aan 10 meter van de weg en ik hou me aan hoogte en brandtechnisch een beetje verhaal, klaar. Ook brandtechnisch komt er ook heel veel bij kijken. Moet je ook brandwerend materiaal gebruiken? Is daarnaar gekeken? Hoe zit het dan? Vlugroute, al dat soort zaken. Als we dat niet eens zien in bejaardentehuizen waar er met mensen wordt gewerkt, waar er niet eens een nooduitgang is bepaald, hoeveel te meer bij zo'n loods? En je ziet het, we laten zaken liggen,
we beleidsmakers maken van alles beleid. En elke keer komt er een nieuwe lichting van beleidsmakers. Oh, dit was van de NDP, dus we gaan het aan de kant schuiven. Oh, dit was van de VHP, we schuiven het aan de kant. Want wij zijn nu niet van de VHP, wij zijn niet van de NDP, wij zijn niet van NPS. Dus zo werken wij in Suriname. Dat is het patroon. Er is geen continuïteit in beleid. Elke minister die komt, die doet zijn deel. Die zegt, we gaan iets nieuws doen. En nieuwe dingen, soms prima, maar niet elke verandering is een verbetering. En zo rommelen we binnen de marge en hebben we dus precies niks gedaan. Is het rendement van likmofesje? Het rendement is dat er industrieën ontstaan in woonwijken alsof het niks is. En dat we nog goed praten ook en rechtvaardigen ook. Het is een woonwijk. Ja, maar er zijn geen bestemmingsplan. Dus met andere woorden, je kan maar doen. En het was in het verleden wel goed bezig. Men was in het verleden wel goed bezig. De percelen aan het Saramacca-kanaal links en rechts van de brug. Het is een uitgesproken industriegebied. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Inderdaad, dat is een mooi voorbeeld. Saramacca-straat. Dan heb je daar het industrieterrein. Het heet ook Industrieweg, heet het. Dan heb je shippingbedrijven en heb je daar grote bedrijven. Inderdaad, dankjewel. Een hele goede aanvulling van mevrouw, meneer Emiel. Inderdaad, dank u wel. Daar heet ook het Industrieweg. Waren ze wel goed bezig in het verleden. Hoe komt het dat wij in één keer zijn afgedwaald, dat er in woonwijken allerlei grote, kolossale gebouwen zich verrijzen? Dat restaurants zelfs op de weg gewoon paaltjes plaatsen. Dat garage, hoe noemen ze dingen? Monteurs gewoon op straat. Allerlei brokken auto's hebben, brokken, alles aan die dit op straat, die brokken wasmachine, mevrouw, meneer, u wilt niet weten, in een woonwijk. Dus ik zou zeggen, tijd is, Cindy zegt, eigenlijk is heel Suriname ontregeld en verworden tot serieus Surinameloos. Ontregeld zijn we op elk gebied. Dat durven we ook te stellen, ja. En wat is er nodig? Ik heb deze dingen genoemd, ik heb voorbeelden aangehaald, ik heb de wetten opgezocht, ik heb gekeken wat is er bekend. En dan kom ik met een oplossing en dat is dus, en ik ben geen beleidsmaker, maar de oplossing is, want je moet niet alleen maar klagen wat niet goed is, maar kom met een oplossingsmodel, is ga die wet aanpassen. Zorg ervoor dat helder in kaart is wat we verstaan onder een woonwijk. Wat verstaan we onder een recreatiegebied? Wat verstaan we onder een industriegebied? En zorgt u ervoor dat geen industriegebied wordt gebouwd in een woonwijk. Want daar is geen woongenot dan meer. Is geen veilige situatie meer. Ik kan niet meer thuiskomen en zitten achterover op mijn erf en genieten. Omdat er allerlei vrachtwagens op en af gaan en ik allerlei vieze gassen moet inademen. Sharda zegt, dit alles heeft te maken met wat nodig is om een land prettig te maken voor een ieder. Inderdaad, dat zou je moeten denken, toch, als je beleid maakt. Dit zijn de basisbehoeften. Denk dat een voorkeursbehandeling alles verpest. Al is het wel goed geregeld, het wordt omzeild en dit moet uitgeroeid worden. Olivia zegt, ik hoop dat ze naar u luisteren, Gloria, het is een wirwar in Suriname. Ook de Duisburglaan zegt, iemand is aan de rechterkant een industrieterrein. Is dat zo? Oké. Als je zegt, het besturen van Suriname laat te wensen over, is er rotzooi geworden. Kennis en kunde ontbreekt. Dat is het telkens weer, het wiel uitvinden en vergeet de kruiwagenpolitiek niet, zegt Helga. Ja, olie, benzine, koelvloeistoffen de grond intrekt, inderdaad. Want dat lekt, inderdaad, heb ik gezien, dat lekt inderdaad op de weg. En dat komt omdat we nog steeds geen beleidsmakers hebben gehad die een lange termijn visie hadden. We hebben geen beleidsmakers gehad met liefde voor het land en geen beleidsmakers met competentie. Want als je kennis van zaken hebt,
dan weet je, als je gestudeerd hebt voor een bepaald vakgebied, dan weet je van nou, dat is een woonwijk en dit kan hier niet, we gaan dit tekenen hier en dit gaat daar en dit gaat zo, denk ik. En Win die zegt, er moet serieus een ommekeer komen in ons wettensysteem. Ze moeten ook nageleefd worden. Dat is het probleem, die controle en handhaving. Want wetten aannemen en niet uitvoeren is ook water naar zee dragen. Exactly. En daar blijf ik op hameren, toch? Je weet het, die wet 2014 aangenomen. Wet opvanginstellingen en nog steeds geen body. Kan er helemaal niks mee. Dus die wet staat er daar. Heel mooi aan de kapstok. Zo'n jasje hangt er. Prachtig, mooi. Even de rest. Raad zegt alles als woonwijken, industriegebieden, recreatie enzovoort goed definiëren. En al de ingenieurs van Suriname hebben toch in Nederland gestudeerd? Ja, en toch. Duisburglaan langs het kanaal is ook industrieterrein. Ja, dus één kant industrieterrein. En wat Raadje net zegt. Hoe dan? Waarom kunnen hun, deze ingenieurs, bouwkundige ingenieurs en wat bouwtechnisch ingenieur, niet komen met een definitie van wat is een woonwijk, wat is een recreatiegebied en wat is een industriegebied? Hoe komt dat? Dan zou je toch zeggen, één reden wat mij betreft. Nee, twee. Je bent incompetent. Of je hebt tjoekoe gekregen. Meer smaken zijn er wat mij betreft niet. En misschien, u weet dat ik ben zwart-wit, dus of dit of dat. Minang een grijs gebied, nodé. Want in een grijs gebied, dan draap alle de rotzooi ipsa. Laten we helder hebben. Daarom hou ik heel veel mensen houden niet van stoplicht. Ik hou van stoplicht. Het is helder, nu moet ik stoppen. Ik ben niet afhankelijk van een brik van links of rechts. Ik moet nu stoppen en die mogen, het is helder. Milo was aan helder. En door gebrek aan kennis, door gebrek aan kunde, is het een wirwar geworden. En met name door gebrek aan karakter ook. Een wirwar. En we moeten die definities helder gaan krijgen. En we moeten die wetten gaan regelen. Waardoor ik als burger wel degelijk iets heb om naartoe te stappen. En aan te geven dat het niet kan. Hoe kunt u naast mijn woonhuis een enorme loods neerzetten. Of een fabriek neerzetten. Hoe kan dat? Dat gaat toch niet? Maar dat kan wel. Omdat bestemmingsplan ontbreekt. Kennen we niet in Suriname. Kennen we gewoon niet, hè? Gaat u maar even vragen. Gaat u langs bij openbare werken en zegt, wat is het bestemmingsplan voor, ik noem maar op, welke wijk zal ik noemen? Welgedacht, C. Heeft u voor mij een bestemmingsplan? Er zijn alleen maar woonhuizen blijkbaar, voor de rest niks. Staat niet aangegeven, nou, binnen een straal van 500 of 700 meter moet er een winkel staan. Binnen een straal van 1000 meter mag er dit staan. En moet er een sporthal komen. En dat kennen we gewoon niet. Ik ga erop blijven hameren, ja. Want ik zeg, ja, naar herhaling. We moeten herhalen. Omdat anders niets verandert. En wie zijn die beleidsmakers die gaan begrijpen dat dit zo niet kan? Wie is die leider die zegt, dit kan zo niet? Ik was gisteren in Coroni. En ik heb gesproken met mevrouw Wilson, DNA-lid, zegt ze, is ze van in het parlement, DNA-lid. En ik heb haar gevraagd, hoe lang bent u dan al hier verbonden? En ik zei, een aantal jaren. En wat heeft u dan gedaan? Wat is er concreet gedaan door u dan? Zijn er scholen extra bijgekomen? Heeft een school alle materiaal? Zijn de toiletgroepen in orde? Is er een sportveld dat gedaan? Is er een zwembad? En iedereen gaat er prat op dat ze... Dat, ja, of ik ben in het beleidscentrum, ik ben DNA-lid en ik ben directeur. Maar wat zijn uw wapenfeiten? En dat klinkt onaardig van mij en dat begrijp ik ook wel. Maar ik zit niet in de business om aardig aardig gevonden te worden. Ik ga u confronteren. Want weet u, ik ben er namelijk een klein beetje zat namelijk, dat wij altijd maar zo, hoe noem je dat, zo tibri doen. Ja, maar in de katakasan zo toch, je moest takasan en gaan we omweg.
Ja, nee, mino ta kasa moro na ngawa omberg, mo ta kasa lekfade. Krin takje na krin libi. Wat zijn uw wapenfeiten? Als degene die betaald wordt, hè, om het zaken in orde te maken. Wat zijn uw wapenfeiten? Ze liet me zien een gebouw, dat aan de overkant stond, het logeergebouw van Caroni. Dat in 2010 was men begonnen met zeg maar, het opknappen ervan, maar de aannemer is gestopt omdat hij niet is betaald geworden. En hij weigert ook nog dingen af te over te dragen, omdat hij nog niet is betaald geworden. Nou, en wat gebeurt er met zo'n gebouw? Dat verpietert, dat verpietert, dat verpietert. Zo kunnen... U bent beleidsmaker. Welk beleid heeft u gemaakt? Wat staat er op uw naam? Wat zijn uw wapenfeiten? Beleidsmakers. Daar moeten we kritisch naar gaan kijken. En ik wil met een segment beginnen dat ik DNA-leden ga bespreken. Dat ik bijvoorbeeld begin bij iemand die als zeg maar al 13 jaar in het parlement zit. Bijvoorbeeld, noem maar straat, 14 jaar. Wie het ook is nog meneer Yogi is, meneer Bouva, meneer Permisser, meneer Gayadin. Wie hebben we nog meer die hier lang zit? We hebben nog meer lang zittende. Meneer B, dat is ook DNA-lid. Dan gaan we even kijken wat zijn uw wapenfeiten geweest van de afgelopen 15 jaar. Wat heeft u gedaan? Wat staat er op uw konto? Waar heeft u zich hard voor gemaakt? Waar heeft u blijven hameren in de media? Ik heb u zien in het veld, ik heb u gehoord erover. Laat mij dat zien. Kijk, zegt Herman, wat er gebeurd is in Enschede. Dat was een vuurwerkloot en dat wist men niet ook, hè, Herman, dat er zoveel was. Dat mocht ook niet, dat was dus niet met toestemming. Hè. Herman, die vuurwerkloot die daar was, dat was niet met toestemming van de gemeente dat ze zoveel hadden mogen opslaan. Toen dat tot ontploffing kwam, hele woonwijk is weggevaagd. Want daar was illegaal, werd er opgeslagen. En Helga zegt, men weet het heel goed, er is kennis. Maar het bekende liedje, beleid, uitvoering en controle en vooral onderhoud en voortzetting. Is die controle en handhaving, dat ontbreekt. Maar ook wetten, die, als ik u net heb genoemd, 1875, 1998, NIMOS, nog steeds geen wettelijke bevoegdheid. Die hinderwet in 1972 voor het laatst aangepast. Hinderwet, wat doen we ermee? Claudia zegt, Suriname heeft genoeg potentie. Mensen die het hart op de juiste plek hebben en Suriname ook vooruit willen brengen. Zolang een kleine groep heersers de macht via tjoekoe krijgt en behouden, zal dit blijven bestaan. Overigens, zegt zij, is het een wereldwijd probleem en dat klopt ook. Dus het wordt tijd, kijkt u, als u in een bedrijf werkt, ik heb u gezegd, stel nou, ik ben nu hier begonnen, hè, en... Na verloop van tijd gaan we een evaluatie houden. En zeggen, oké, wat was onze target? We gaan eens een gesprek hebben, wat willen we, wat beogen we met het programma? En dan gaan we kijken van, hebben we het behaald? Heeft u uw targets behaald? Hadden we targets? Hebben we als targets afgesproken? Zijn die behaald? Nee, dan moeten we gaan kijken waarom zijn ze niet behaald en wat moeten we corrigeren? In elk goed draaiend bedrijf met een goed management team werk je met targets. U bent manager of u bent onderdirecteur en u moet targets halen. In hoeverre worden mensen beoordeeld op de gehaalde doelen? Überhaupt hadden we gestelde doelen, hadden we die? I don't know. Hebben we gestelde doelen voor de 5 jaren dat daar een DNA-lid zit? Hebben we verwachtingen of hebben ze op het podium gezegd, we gaan bijvoorbeeld, meneer minister Ramsaran, ex-minister van Sociale Zaken, nu bij TCT, had gezegd, we gaan er voor de ondernemers zijn. We gaan dingen regelen voor de ondernemers. Ik weet niet of hij het gedaan heeft. Weet u, want we kunnen alles roepen op een podium. Voor zitting. We kunnen dingen roepen. Maar zijn die doelen ook behaald? Hebben we datgene gedaan? Hebben we de targets gehaald? Binnen een gezond bedrijf word je afgerekend, althans in Nederland,
in de wereld. Ik weet niet van Suriname, moet ik zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar word je afgerekend op je prestaties? Heb je je targets niet gehaald? Zijn de doelen niet behaald? Dan gaan we met u praten. En dan gaan we kijken hoe kunt u wel uw doelen halen. Nou, moeten we niet gaan kijken en mensen gaan beoordelen op targets? Moeten we DNA-leden niet gaan beoordelen op beleid? En ik denk dat ik dat wil ik gaan doen, het segment gaan doen. Wapenfeiten. Meneer, mevrouw, u zit al 10 jaar in het parlement. Of u al 7 jaar of 12 jaar. Mag ik de wetten zien waar u een grote stempel op heeft gedrukt? Waar u hard voor heeft gemaakt? Mag ik de wijk zien waar u bent geweest als DNA-lid? Van u bent gekozen. Mag ik zien wat u daar tot stand heeft gebracht? Dat door uw harde werken, dat door uw pushen is gekomen. Dat daar een sporthal staat. Dat daar een mooie weg is gekomen. Dat daar het mooie speelte. Mag ik dat zien? Wat zijn uw wapenfeiten? Of staat u bekend om in het parlement om te schreeuwen en dwars doorheen te grillen? Is dat uw wapenfeit? Oh ja, nou, dat is ook mooi. Ja, dan staat u onbekend. Oké, okay. Ja. Daar bereikt u niks mee, hè, het schreeuwen. Het staat interessant misschien. En u heeft die ander overtroffen, heeft dan de zaak verwarring gebracht en chaos in de situatie. Dus dat, zijn dat uw wapenfeiten? Wil u dat als legacy hebben? Of willen we gaan als legacy, ik heb daar een daadwerkelijke bijdrage geleverd. Geleverd dat wat ik heb gezegd, daar waarvoor mensen mij gekozen hebben, dat heb ik ook geleverd. En die burger, want daar kom ik ook op terug, hè? Daar gaat het om. Die burgerparticipatie is net zo belangrijk, van eminent belang. Want u kiest de persoon die u daar gaat plaatsen. En waarom kiest u voor die persoon? Omdat u leuk op het podium staat te dansen, of leuk kan zingen. Of prachtige woordkeuzes en op anderen gaat schelden. Is dat waarvoor u kiest? Of gaat u kijken naar wapenfeiten? Deze persoon heb ik nooit gehoord, maar wat heeft hij gedaan dan? Kom, Luku, Sanamang, Baka, weet u? Zijn voorgeschiedenis. Ik ga even lezen. Mevrouw Gloria, alles aan de rivierkant van Kommewijnen, vanaf Paranam tot Stokers, ijver is verdeeld onder boeven. Dus in Kommewijnen heb je geen ruimte voor industrieterrein. Of dan moet je in honderdduizenden euro's kopen van de boeven. Dat is allemaal gebeurd onder het toeziend oog van allerlei mensen, hè? Allerlei lieden. Die wij nooit ter verantwoording roepen. Integendeel zelfs, we belonen ze om nog een keer voor ze te kiezen. En dan zijn ze weer, of in het parlement of in de regering. Gewoon alsof er niets aan de hand is. Dan zijn ze minister, dan zijn ze directeur, dan worden ze weer minister. Alsof er helemaal niks aan de hand is. En niemand kijkt naar de targets. Niemand stelt eisen. Niemand. Die burger, u bent ook verantwoordelijk. Hè? Want we gaan niet alleen maar de schuld leggen. U bent ook verantwoordelijk, want u kiest iedere keer voor de charlatans. Voor de jokers. En dat wat Asghar zegt, helemaal waar. Marilyn zegt, ik denk dat we echt terug moeten gaan naar de core. Exactly. Het fundament. Waarom houden we niet meer genoeg van Suriname? Om een tjoekoe die schade aan ons land kan berokkenen en schade aan onze broeders en zusters, om die te weigeren. Nee, u krijgt geen vergunning voor een scallion. Nee, u kunt hier niet komen om kwik te gebruiken. Nee, dat kan niet. We doen dit, hè. Energie, zien, horen en zwijgen. Handhaving en controle, dat is wat ik zeg. Raken gestremd door onder andere tjoekoes of friends and family. Sitcom gedrag. Het is nu gewoon everyone for themselves. Maar als we teruggaan naar de core, dan eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit het patroon is van ons. We moeten eerlijk zijn, anders kunnen we nooit werken aan verandering en aan verbetering. We moeten eerst komen tot erkenning. Die erkenning is, dit is wat we gedaan hebben. 47 jaar en zo niet langer. Maar laten we ons beginpunt hebben als 1975 doen. Laat daar ons beginpunt zijn. Hebben we gronden uitgedeeld. Mensen zijn benoemd. Mensen zijn partijloyalisten, hebben posities gekregen. En dat hebben we gedaan. En we zitten nu met een waterhoofd
van een ambtenarenapparaat. Want elke keer komt een nieuwe regering en die komt weer met hun eigen mensen. Die anderen die er waren van die vorige worden thuisgezet. En die krijgen ze netjes hun centen. Niks aan het handje. Onze koor is dus verziekt. En onze burgers zijn ook verziekt. We vinden het heel normaal. En we zijn blijkbaar gevoelig voor een paar leuke scheldpartijen. We houden van sensatie. Als er maar sensatie is, we lonken noemen. En van trouwen kost van trouwen, we lonken noemen. En we zoeken niet eens naar die verbinding. En we gaan het alleen maar redden als we het samen doen. De Hindustaan, de Creool, de Maron, de Javaan, de Chinees, de Libanees, de inheemse. We gaan het alleen redden als we met elkaar samenwerken, hoor. U kunt wel denken dat u het alleen kunt doen als Hindustaan of als Creool. Gaat aan Evroko. En hij ook om. Het gaat om niet worden. Immers united we stand, divided we fall. En we vallen, jongen, Arafijn, gewoon Ushi. En we hebben mensen, ook in de media, mensen op social media, die dit voeden. Die niet gaan voor verbinding. Ik zeg het aan iedereen, hoeft niet met mij te komen voor een verhaal over de Maron, een verhaal over de Hindustaan of de Creool. Want ik ga u terugfluiten en zeggen, kijk naar uzelf. Eerst in uw eigen huis kijken. En dan gaan we praten over de andere groepen. Kijk wat wij zelf kunnen verbeteren. Beleidsmakers, er rust op u een hele zware verantwoordelijke taak. Hoe kunt u kwik gebruiken, wetende dat in 2008, denk ik, of 2013, hebben wij het verdrag gesloten, Miyamata-verdrag in Japan. We gaan geen kwik meer gebruiken. In 2014 of 15 was ik zelfs hier toen onder de eerste regering Boutersen Amarali een heel groot event is georganiseerd waar ze hebben laten zien dat je dus op een voor het milieu, beter milieu, betere manieren hebt om een goud te zoeken. Men heeft dat geïntroduceerd, maar het is daarbij gebleven. Men heeft dus de goudzoekers niet gedwongen, zeg maar, om andere materiaal aan te schaffen. Men is niet geweest om te controleren, ondanks dat er een goudordening was. En van die grote varikades aan, hoe heet ze? AMT of zo? Hij ziet me niet, hij kijkt niet naar me. Hoe heet die dingen, die motor die je gebruikt in het binnenland? ATV's, dankjewel. ATV's zijn aangeschaft. Oh, Minnie, want ik was daar. Goudordening toen. Allemaal aangeschaft. Waarvoor? Waarvoor? Dus we beginnen ergens mee voor de show. En vervolgens pakken we niet door. En dan, Claudia zegt iets moois en dat is wat ik constant doe. Laten we elkaar ook aanspreken op ons moreel kompas. Inderdaad, eigen verantwoordelijkheid. Elke ondernemer is ook slim genoeg om zich te realiseren dat je iemand niet kunt aandoen om een grote fabriekshal naast een woonhuis te bouwen. Ook al heb je de wet achter je. Wetten zijn niet gemaakt om morele omgangsvormen aan te leren. Die krijg je vanuit je eigen menselijkheid. Iedere parlementariër, zegt Sarda, die zich oneigenlijke grond heeft toegeëigend, of ex-minister, of ex-directeur, moet met terugwerkende kracht berecht worden. Berechting en ook omzetting tot daadwerkelijke straf is cruciaal in een signaal. ATV, dankjewel Sherida, is een ATV inderdaad. Onze morele kompas is zoek. We hebben het kapot geslagen. En we zijn er niet eens meer naar op zoek. We bevechten elkaar om allerlei etniciteit en een politieke kleur. U mag uw politieke kleur hebben, by all means. I don't care welke partij u aanhangt. Maar gaat u voor landsbelang, dan heeft u mij in uw corner. Gaat u voor partijbelang, minode,
dan ga ik u aanspreken. En dat is wat Claudia zegt. We moeten elkaar gaan aanspreken. En dat is wat ik nu aan het doen ben ook. Veel meer aan het doen ben. Mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Komt u niet bij mij meer met nonsensverhalen. Komt u alstublieft niet bij mij met, ja, maar we worden tegengewerkt. Wel, bos die torie dan. Ik zei tegen die mevrouw van onderdirecteur sport en jeugdzaken. Komt u dan maar met uw billen bloot dan. Wie werkt u tegen? Laat dat ding horen. Maar we werken mee en houden zaken op deze wijze in stand. Zo verandert er helemaal niks. Dus ik ga met het segment beginnen. Ik heb u gezegd, we zijn nu bezig met het zoeken. Het is een klein beetje nog kinderziektes. Kijken van hoe werkt het allemaal. Ik ga mensen uitnodigen in de studio. Maar ik wil nu even zelf dat ik hier alles... Picobello, volgens mij gaat het ook Picobello, maar we willen nog eventjes checken. En dan gaan we mensen uitnodigen, want het is natuurlijk niet dat ik alleen maar ga praten, dat ik het zo goed weet, want meneer Pleis heb je zo. Maar we gaan elk geval geen nonsens meer verkopen, althans niet aan mij. Komt u geen nonsens aan mij verkopen, want I will call you out. En als ik iets nonsens verkoop, zeg het u ook aan mij. Nou, we moeten elkaar durven aan te spreken. Als u me doodleuk zegt, ja, ik ben directeur, maar ik kom niet verder omdat ik word tegengewerkt. Vertelt u dan aan ons wie u tegenwerkt dan? Laten we stoppen met chibri chibri sani. En oh ja, nee, maar in mijn vrede. En, ja, het is echt ongekend hoe wij met zaken omgaan. En ik doe een beroep op de beleidsmakers om te zeggen, het wordt tijd. Het wordt tijd. Dat u datgene doet waarvoor u bent aangenomen. U wordt ervoor betaald. Nou was meneer Paimé. Maar u wordt er wel voor betaald. Dus ik ga u daarop afrekenen. En ik ga u ter verantwoording roepen. En ik ben natuurlijk benieuwd of ze zullen komen. Want ik ga natuurlijk uitzoeken. Ik ga even uitzoeken. Ik ga wat collega's vragen mij te helpen. Van Minusab Alassani. Van aan meneer die zie, aan mevrouw die zie. Sana de punten. Waar ken ik? Is er archief bij u, bij DNA? Wie heeft dit gedaan? Welke wet? Kijk, de heer Deo Charman bijvoorbeeld, die nu een wetsvoorstel heeft ingediend. Als die wordt aangenomen, staat het op zijn naam, hè? Wat hij zegt, mensen met een strafblad, kaba. Je noemt maar koeien aan bestuurlijke morren. Sorry voor u, u was misschien 19 jaar, heeft u fouten gemaakt. Heel vervelend, heel lastig. Helaas, consequenties. U kunt dan geen deelnemen meer aan bepaalde functies. Ja, heel vervelend. Ja, helemaal vervelend. Deo Charman... Ik hoop dat het wordt aangenomen. Ik ga er vanuit van wel. Door alle 51 leden wordt aangenomen. Want dan was je suma edenki boom of suma edenki kroket. Want deze wet, wie kan er tegen zijn? Wie? Op basis waarvan? Nou, dat is een wet, helder, bam. Oké, meneer Charman, dit is de eerste. Hij is niet zo lang in het parlement, is zijn eerste fase... Dus wolukupjes of vinidrapen. We kijken een beetje met coulantie. Maar mensen die al langer zitten als 5 jaar, of als 10 jaar, of als 12 jaar. Ik ga u kijken, wat zijn uw wapenfeiten? Ik wil het zien. En zeker geen bla bla bla, hè? Zeker niet. Zeker niet, want ik ga dat niet accepteren. Echt niet. En dan gaan ze me misschien hier eruit gooien. Ik ga niet accepteren dat u hier komt mooi weer spelen. U bent natuurlijk mijn gast... Ik ga u uitnodigen, maar wel binnen de spelregels dat u hier niet komt met mooie politieke praatjes. We gaan gewoon met de billen bloot. En dan gaan we zien welke jockey u aan heeft. Of je weer jockey, of je nou weer jockey. Oké, even nog lezen wat u zegt. Wat opvallend is, zegt Merlin, is dat mensen in Suriname hun geschiedenis niet kennen. Geschiedenis wordt onderschat, want geschiedenis kan in grote mate zorgen voor verbinding. Thank you. Maar wij zeiden, nee, we moeten niet achteruit kijken. Really? Vraag maar een groep studenten over de hele linie basisschool tot de universiteit. Of ze van het vak geschiedenis houden. Ik hou van het vak geschiedenis. Misschien omdat het wordt saai, wordt overgebracht en wordt opgelegd gewoon wat jaartallen uit het hoofd te leren. Terwijl geschiedenis heel belangrijk is om ons te verbinden. Hoe wij hier ook samenkwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand. Geschiedenis leert de mooie dingen van onze culturen en daardoor ook liefde en begrip voor elkaar. Ik heb hier een prachtige beker met de 4 etnische groepen van Suriname. Steeds als ik hem zie, denk ik, waar is dit gevoel gebleven? 5 groepen. Oké, stuur een foto van mijn Cora van die beker van jou.
Leugen, zegt Orwine, zeggen allemaal voor eigen belang, DNA-leden en beleidsmakers. Misschien kunnen we starten met programma's die de liefde voor ons land en elkaar weer kan aanwakkeren. Op scholen en mediacampagnes en met activiteiten zoals bijvoorbeeld Kwaku Festival. Het initiatief van het directoraat van cultuur is een mooie, alleen moet er daar wat gerichter aan gewerkt worden. Welke was dat? Om bij scholen te gaan om te beginnen. Als men een positieve positie bekleedt, zegt Emiel, en niet kan presteren, moet de eer aan zichzelf worden gehouden en een andere baan zoeken, zou je denken. Maar als u de eer niet aan uzelf kan houden, dan gaan wij u op basis van uw wapenfeiten beoordelen. Samen met Cedric van Samsom ingediend. Ja, Cedric, de twee heren, inderdaad, sorry. Deel Charman samen met Cedric van Samsom. De twee nieuwe leden, zeg maar, in het parlement. Kersvers nog, 3,5 jaar jonge leden. Die hebben dit ingediend. Het zo, is een goede zaak. En ik verwacht niet anders dat het volledig wordt ondersteund. Net zoals vorige keren die ondersteuning is geweest met die kieswet. Dat ze het ook hier zullen ondersteunen. Als we beginnen te werken aan de liefde voor Suriname en elkaar, komt de rest ook vanzelf. Vandaar dat ik ook ben begonnen toen met schoonmaakacties. Laten we beginnen. Ik ben begonnen met Huizen Asiana. Laten we beginnen daar de kamers op te knappen. Ik ga binnenkort weer even kijken hoe het met die ene kamer is gesteld. Hebben ze het onderhouden? Want dat ook is het ook belangrijk. Onderhoud is behoud. Dat moeten we gaan beseffen. We moeten gaan beseffen dat we ons eigen land bevuilen. En dat moet beginnen voldoende prullenbakken overal, voldoende ophaalmomenten. En u als burger moet weten, uw vuil, uw afval, hoort niet op de openbare weg. Dat hoort in een ton en als u dat niet vindt op straat, neemt u die mee naar uw huis. Er is een wet overigens van 1875 die met name hierover gaat. En degene die zich... De instantie die toezicht op moet houden is de politie. Misschien moeten we daar ook dat van de politie weghalen. En een milieupolitie. Voor mij hebben we dat. Hebben we milieupolitie in Suriname? Weet ik eigenlijk niet. Hebben we milieupolitie in Suriname? Hij hoort me weer niet. Hij is bezig met zijn telefoon. Ja, Vee. Hebben we milieupolitie in Suriname? Ja? Ik weet dat de buurtmanagers ook dit soort zaken in de gaten houden. Ik ga zometeen afsluiten, mensen. Het is bijna 10:30. Ik doe van 9:30 tot 10:30. Doe ik het programma op de maandag, woensdag en op de vrijdag. Gaan we weer beginnen. Zijn we begonnen, is de tweede keer. Het is vandaag volgens mij zonder enige storing goed gegaan. Dus dan kan ik langzamerhand misschien vanaf volgende week gasten gaan uitnodigen in de studio. Om dat ding meer body te geven, dat niet alleen maar naar mij hoeft te luisteren. Als u tips heeft, waar kunnen we over praten? Gaan we beginnen inderdaad met ook op straat te gaan, zoals u dat weet. Om te kijken van, hoe kunnen we werken aan een beter Suriname? Waar is die leider die voor de verbinding zorgt? Waar is de leider met de 3 K's, kennis, kunde en karakter? Waar is de leider met wapenfeiten? De leider die verbindt? Waar is die burger die zegt, ik ga samen met mijn buren werken aan het verbeteren van mijn straat, het schoonhouden van mijn straat? Waar zijn de burgers die gaan voor burgerparticipatie? En waar zijn de mensen, de beleidsmakers, die moeten werken aan het herstellen van onze wetten en het verbeteren, veranderen, CQ aanvullen van onze wetten, zodat zaken helder worden gedefinieerd? Wat is een industriegebied, wat is een woongebied en wat is een recreatiegebied, zodat we deze dingen elkaar niet overlappen? Kunnen we daarna gaan kijken? En ik denk dat het belangrijk is dat we eerlijk kijken naar elkaar. Dat is namelijk belangrijk. Je kunt pas werken aan verbetering als je ook durft achterom te kijken. Hè? Want sommigen krijgen diarree. Ja, je moet niet achterom kijken, we zijn in het nu. Broer, zus, je moet een patroon kunnen herkennen. Als ik elke keer kies bijvoorbeeld voor een man die me een blauw oog slaat, dan moet ik terug gaan kijken, maar hoe komt dat? Waarom doe ik dat? Dan ga je toch terugkijken? Als je kind corrigeert, dan ja, vorige week heb je het ook al gedaan. En vorige maand heb ik je dat ook al zien doen. We kijken allemaal terug. Laten we daar niet spastisch over doen. Een stukje geschiedenis, we gaan terugkijken. Om patronen te herkennen en te zeggen, oh, dit is ons patroon. We vallen voor grootpraats. We vallen voor ba, 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 ba. Oké, nou moeten we dat eventjes misschien minder gaan doen dan. Je moet een patroon gaan herkennen. En als je dat hebt herkend en erkend... Dus dan ga je aan zelfreflectie doen en dan ga je doen ook aan zelfreiniging. Dan ga je doen aan verbetering. Dan ga je zeggen, oké, dit heeft ons geen... Kijk naar ons rendement. Dit is ons rendement geweest.
We moeten het gaan veranderen, want het levert ons niks op. Per saldo 10 keer niks. Nou. En, ja. Ik ga nog wat laatste dingen lezen. Even kijken. Even kijken hoor. Even kijken. Heel mooi van je, Gloria. Je bent een heel mooi, goed voorbeeld voor ons. Er zijn nog meer mensen en die moeten we gaan vinden. We moeten elkaar vinden in deze. En zonder ego's vooral. Dat is belangrijk. Geen ego. Ik ben niet op zoek naar een positie. Maar als de president mij zou vragen, wil u het sociale pakket, programma oppakken? Ik zeg ja. Ik zeg ja, ja, ja. Het sociale programma op gaan pakken, dan zou ik beginnen met de noodbed situatie in te calculeren. Ik zou gaan werken met buurtmanagers, sociale zaken, brandweer en dat zijn ze denk ik, en tehuizen. Ik zou een noodbeddensysteem gaan opzetten, heel simpel. Karmikong, president, sorry, minister voor sociale zaken, nu is er iemand anders, wat is uw probleem? Komt u met crisisopvang? Komt u met zaken die er niet waren voorheen? Maar we hebben nu een crisis. Ziekenhuis Wanica, ik begrijp, is leeg. Albertinehuis heeft bedden. Ik bedoel, kunnen we beginnen? Baby steps, maar laten we beginnen. Graag ook psychologen die kunnen verklaren waar het is misgegaan met Wina Wang. Even kijken, het verleden heeft vaak ook de oplossing of de sleutel voor het nu. Zo is het. Ik snap niet waarom mensen zo spastisch zijn over het verleden. Ja, karaktereigenschappen moeten ook bijgeschroefd worden en mentaliteit achterwege laten. Een slechte mentaliteit. We moeten gaan voor een goede mentaliteit. Een mentaliteit van 1, Suriname. Zoals ik u zei, het ons volkslied zegt, al wat goed is te betrachten. Al wat goed is te betrachten. Dat. Het woordje dat. Groot zetten. Slaat op het woordje goed. Nederlands. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Het goede wat u doet, geeft aan ons land waardij. U als burger, u als beleidsmaker, wij met z'n allen. Wanneer we het goede doen, wanneer we onze vuil meenemen op straat, wanneer we stoppen met tjoekoe, wanneer we stoppen met kwikgebruik, dat is het goede. En dat geeft aan ons land waardij. Het andere geeft geen waardij aan ons land. Samen kijken van hoe kunnen we onze historische binnenstad herstellen. Niet door een grote mond te geven. Niemand kon bepalen. Nee, hoe gaan we het samen doen? Laat uw ego achterwege en we gaan het samen doen. Werken aan een beter Suriname. Mijn tijd zit erop. Ik ga het nu beëindigen. Ik ga vragen om wat beelden te laten zien. Gewoon van mijn sweetie Suriname. Om uw liefde weer aan te wakkeren. En, ik wil nog iets zeggen. Ik ben aan het nadenken en om te kijken in hoeverre ik ook mijn diensten beschikbaar kan stellen voor mensen die in Nederland geld geven aan mensen hier die het niet goed gebruiken. Ik wil wel een soort van gaan controleren voor u, voordat u geld geeft, om te checken. Waar gaat uw geld naartoe? Want wat we niet gaan doen, we gaan geen misbruik maken van mensen. We gaan niet een chipotle mentaliteit hebben en bedelen hebben. Terwijl je lee en dat soort dingen, gaan we niet doen, maar controleer. Dus ik ben eventjes aan het checken, wat zijn de mogelijkheden? Consumentenbond, consumentenvrouw, I don't know, alla gloria minosabi. Maar een woluku asan fini. En precies, terwijl één dag voor al deze groepen bij elkaar komen en alle mooie dingen worden belicht en tentoongesteld, kan die eenheid echt brengen. Oké, al de verschillen moeten we laten zien. Ja, ik vind het ook mooi. Een Hindustaanse trouwerij meemaken. 3 dagen feest, ja. Van de Maron meemaken, van de Chinezen, van de Creool. Hoe gaat dat? Gewoon de mooie dingen ook belichten, inderdaad. Maar ook de dingen die niet goed gaan, moeten we durven te adressen. Durven te praten en elkaar... Spreek op onze verantwoordelijkheid als Surinamer. First and foremost is als Surinamer. Onze gemene deler moet zijn ons land op de hoogte te brengen. Ons land waardig uit te dragen. En niet te gaan schelden op social media met allerlei mas en pas. Zou ik u zeggen, laat u dat achterwege. En doe het in uw eigen persoonlijke kring. Maar laat ons land waardig uitdragen.
Even kijken. Ik had een samenwerking met de heer Vismalen gestart. Kijken hoe dat zich verder. En ik had ook nog gevraagd aan de mensen die toen aan het schoonmaken zijn. Als jullie gaan schoonmaken, call me, I will join. Maar je kunt mensen niet bij de haren slepen. Ik blijf het wel promoten. We gaan nu naar wat beelden kijken van Suriname. En geniet u mee. En ik ben er aanstaande woensdag weer met het programma. En de morning show, Travas Day. En natuurlijk door de dag ook vandaag met andere zaken.